De skyline van Tiel zal binnenkort niet meer dezelfde zijn. De grote schoorsteen van de voormalige glasfabriek De Maas langs het Amsterdam Rijnkanaal gaat tegen de vlakte. Reco Recycling, dat het terrein van 48 hectare in 2015 kocht, is momenteel bezig het overgebouw van de oude glasfabriek te slopen. Binnenkort moet ook de schoorsteen eraan geloven. Het recyclingbedrijf lag onder vuur vanwege het weghalen van meer dan 1500 bomen op het terrein zonder vergunning. Er is wel een herplantplicht opgelegd. Het bedrijf vecht dit besluit nu aan, maar dat is nog onder de rechter.